2019-2020 voor jou uiterst succesvol verlopen in Azië. Wat kun je daarover vertellen? Ja, er waren prachtjaren natuurlijk daar in Azië. Eerst inderdaad het Renault-kampioenschap met Blackhearts Racing. Net uit de Formule 4 gestapt bij Van Amersfoort Racing en toen meteen naar Azië. Eigenlijk een topseizoen daar gehad bij Blackhearts. Twee pole positions eigenlijk gemist en de rest allemaal pole position. En een stuk of 6 overwinningen gehaald in het kampioenschap. En daarna natuurlijk met hetzelfde team doorgestroomd naar de Formule 3 in 2020. Daar ook een topseizoen gehad. De eerste 2 van de 3 wedstrijden meteen weten te winnen. Je zou eigenlijk alleen die race rijden, toch? Ik zou eigenlijk alleen dat raceweekend rijden. Maar ja, toen was ik na dat raceweekend stond ik meteen eerst in het kampioenschap. Dus ja, dan kozen we meteen maar voor om verder te gaan met het kampioenschap. En dat was super mooi uitgepakt natuurlijk. Championship leader Joey Alders was also strong in the race, giving strong chase to Pietro Fittipaldi. Nou, eerst was het doel om verder te gaan in de formuleklasse, dus om te kijken om terug te gaan naar Europa, het FIA Formule 3 kampioenschap, of zelfs een stap over te slaan naar het Formule 2 kampioenschap. Maar er kwam een hoop budget bij kijken en dat kregen we helaas niet rond. Dus gingen we naar plan B voor de endurance klasses. En toen kwamen we inderdaad bij Euro International aan voor een stoeltje in de LMP3. En ja, het zag er allemaal goed uit. Uiteindelijk werd ik door mijn titel in de Formule 3 werd ik geclassificeerd als een gouden rijder. En ja, dat was wel een beetje backfired in de endurance klasse. Als gouden rijder met nul ervaring in de endurance, dan werd het wel een beetje lastig. In de LMP3 moest ik dan 2 bronzen rijders naast mij hebben. Dat gaf mij gewoon een groot nadeel om te battelen voor het podium daar. Wat tevens wel een geluk was op de Red Bull Ring. Mooie tweede plaats met 0,117 seconden achter de overwinning. Dat zal ik nooit vergeten. Het was wel een beetje zuur. Maar alsnog wel een mooi resultaat aangezien ik 2 bronzen rijders naast me had. Ook al was één daarvan Jem Bolokbasi, die nu wel de stap maakt naar de Formule 2. Dus dat is wel een beetje zuur om te zien dat hij wel de stappen verder heeft kunnen maken. Ja, als je ziet wie je verslagen hebt in Formule 3 in Azië ook. En dan ook sneller dan je teamgenoot die nu Formule 2 gaat rijden. En ook uiteindelijk ook die de Formule 1 hebben gehaald, zoals Mazepin. Pietro Fittipaldi, Jack Doohan die nu grote stappen maakt. Noem je grote naam inderdaad. Die kan verslagen hebben in het Formule 3 kampioenschap. Die gaan allemaal verder. En helaas zit ik dit seizoen dan zonder stoeltje. Ik heb gewoon het vertrouwen in jezelf dat je die stap ook zou kunnen maken. Ja. Dus ik had inderdaad grote hoop. Maar in de formuleklasse werd het gewoon een beetje buiten budget werd dat. Daarom gingen we kijken voor de endurance. Maar dat werd dit seizoen ook lastig door mijn goudstatus bij de FIA Driver Categorization. Wat zou je graag willen dit jaar, 2022? Dit jaar was het doel dan om wel verder te gaan misschien met de endurance. Dus LMP2. Ik heb wel een hele mooie testdag mogen afsluiten met G-Drive in Portugal. Een halve dag mogen testen. En ik zat dicht bij de tijden wat ze verwachten voor een eerste testdag in de LMP2. Maar het wordt wel lastig aangezien ik geen raceervaring heb in de LMP2. En wel een gouden rijder ben. Dus. Rubber verbrand op het asfalt, maar ja, hier is ook natuurlijk een link met rubber te leggen. Ja, dat is inderdaad een project van mijn ouders, Fast Feet Grinded. Aangezien dit seizoen geen stoeltje heb ik wat te veel vrije tijd in mijn handen. Dus ben ik mijn ouders aan het helpen met het sorteren van oude sportschoenen. En dat is inderdaad een nieuw project. Nou, daar zijn we ondertussen 5 jaar mee bezig. En zoals je ziet op de machine achter ons, wordt het al flink serieus. En ik ben hier zoveel mogelijk nu bezig met helpen met sorteren van schoenen en het helpen van het verbeteren van de machine. Er is ook nog een link te leggen met de schoenen en de autosport. Met de nieuwe schoenen die we kunnen maken van oude hardloopschoenen voorzien we verschillende raceteams ook van gerecyclede schoenen. En dat is natuurlijk een super mooi project. Ook kijken naar de toekomst. Zoveel mogelijk CO2 neutraal, recycling, dat soort dingen. Maar goed, je staat nu hier, maar je wil zo snel mogelijk weer bij een team aansluiten. Dat zou wel mooi zijn inderdaad, ja. En dan dit jaar nog? Het liefst dit jaar, ja.